Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe video. Het is een Eredivisie voorspellen extra video. En met extra bedoelen we dat we eigenlijk niet echt gaan voorspellen. Nou, in ieder geval niet voor de punten. Ik heb namelijk iemand meegenomen. Het is Luc, degene die al 2 keer heeft gewonnen met Eredivisie voorspellen. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat we dit gaan doen vandaag. Zeker. Dit is wel take 2, want we hebben al een klein stukje opgenomen, alleen toen waren we de audio vergeten. En dat is best belangrijk bij zo'n video. Wat de bedoeling is voor vandaag, wij hebben allebei eigenlijk de ranglijst gemaakt voor het komende seizoen, wat wij denken dat gaat gebeuren. We gaan elke club gaan we op alfabetische volgorde gaan we af, om eigenlijk te zorgen dat de... Sorry, ik kwam heel even niet uit mijn woorden. Om eigenlijk te zorgen dat we van elkaar niet elke keer de dubbele krijgen. Dus dat we elke club gewoon tegelijkertijd behandelen. En dan zeggen we gewoon waar we denken dat ze eindigen. En dan gaan we kijken wat voor uitslagen ze hebben gehad in de voorrondes. Of niet in de voorrondes, in de oefenpartijtjes. En voor sommige voorrondes in de Europese competities. En zo gaan we zien wat onze top 18 gaat worden, maar vooral in het begin ben ik heel erg benieuwd wat ze gaan doen. Luc, we beginnen met Ajax. Ja. Gaat Ajax beter doen dit seizoen? Ik denk het niet. Ik denk dat ze... ik denk dat ze nog een seizoen aan die 5e plaats mogen gaan houden, zeg ik maar gewoon meteen erbij. Ik denk het ook. Ik ben heel erg bang dat Ajax eigenlijk een beetje hetzelfde seizoen tegemoet gaat als afgelopen seizoen. Ik denk wel dat ze een betere trainer hebben, dus dan zal het misschien iets beter zijn. Het zal misschien iets... hoe noemde ik dat nou de vorige take? Iets... meer standaard, een standaard in zitten. Dus dat er niet hele diepe dalen in zitten. Maar aangezien de 4 ploegen die ik daarboven heb... het ook heel erg op 1 lijn gaan blijven, zeg maar. Dus dat die ook niet heel veel steekjes zullen laten vallen. Denk ik dat ze alsnog op de 5e plaats eindigen. We hebben net heel eventjes gekeken naar de transfers die Ajax gedaan heeft. En Ajax heeft eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan op de transfermarkt. Ze hebben 26,5 miljoen hebben ze gehaald, gekregen voor Mikotadze, Conceição en Sanchez. En daarvoor hebben ze nog niks uitgegeven. Ze hebben wel Bertrand Traoré erbij gekregen. Redelijk goede speler. Ik denk dat dat best wel slim is geweest dat ze die terug hebben gehaald. Wat vind jij van het transferbeleid van Ajax tot nu toe? Ja, wat moet ik van het transferbeleid van Ajax zeggen? Ze kunnen eigenlijk niet beter. Als je met Traoré eigenlijk je enige speler tot nu toe in de transferwindow hebt binnengehaald met nog, 3 weken te gaan of zo. Mm-hmm. Ja, nee, dan denk ik dat er niet heel veel centjes binnen de club zijn om nieuwe spelers te kunnen kopen. Om ook echt in een nieuwe, gewoon nieuwe spelers te investeren die ook gewoon, het elftal meer balans gaan brengen en het beter gaan maken. Ja, weet je, ik denk dat ze gewoon moeten verkopen voordat ze zelf wat meer kunnen gaan kopen. Alleen, ze hebben er best wel veel mensen in de etalage gezet. Maar ja, dat zijn niet echt de spelers waarvan je denkt van, oeh, die wil ik graag bij mijn team hebben. Of die gaan we voor dik verkopen. Nee, en dan verbaast het me dat ze die Soetelo er nog niet tussen hebben gezet. Maar er staan wel een aantal spelers tussen, zoals Sosa en Vos, Unuvar, nog 2 anderen. Wijndal. Ja, Wijndal uiteraard. Beste linksback van de Eredivisie. Ja, dat zei hij terwijl Kerkers er ook gewoon was, hè? Oh, echt? Ja. Maar Kerkers. Ja, weet je wat ik wel grappig vond? Hij zei in een van zijn eerste interviews, zei hij dat. En toen dacht ik, het is echt een goede speler voor Ajax. Zoveel arrogantie dat erin zit. Goed dat hij van AZ naar Ajax is gegaan. Ik geloof dat we dit ook toen tegen elkaar zeiden toen we die transfer maakten. Die kans zit er dik in. Ja, nee, dat is zo'n flapdrol geworden. Ik was ook meteen blij dat hij weg was. Hoe heeft hij het eigenlijk bij Antwerpen gedaan? Heeft hij een beetje goed gedaan? Of? Ja, ik volg Antwerpen niet iedere dag, maar hij heeft wel een aantal basisplaatsen gehad. Dus hij heeft wel met regelmaat gespeeld. En je hoort dan mensen zeggen dat hij wel redelijk, zeg maar gedurende het seizoen, wel steeds meer opkrabbelde, zeg maar, van het Ajax-niveau. Okay. Maar wil nog niet zeggen dat hij, zeg maar, zijn topvorm bij AZ heeft aangetikt.
Nee, dat heeft hij in ieder geval bij Ajax nooit gedaan. Dus ik verwacht ook niet dat hij dat bij Antwerpen gedaan. Want anders hadden we het ook wel geweten, denk ik. Ja. We hadden er veel meer over gehoord. En dan had Ajax hem misschien ook wel niet eens weggedaan. Ja, weet je wat het probleem nu bij Ajax is? Als al die spelers die ze op dat lijstje hebben gezet, zeg maar, weggaan, daar krijgen ze niet zo heel veel voor, denk ik. Kijk, weet je, er zit altijd een Ajax-tax op. Hoe heet het? Volgens Transfermarkt, en dat is een best wel Ajax-gerelateerde site, hè, is best wel op de hand van Ajax, is de marktwaarde van Wijndal 5,5 miljoen. Nou ja, ik weet het niet, maar als jij nooit speelt, dan is 5,5 miljoen voor Wijndal best veel. Maar ja, stel ze krijgen 5,5 miljoen voor Wijndal. Dat zijn allemaal niet de hoge bedragen die je wil hebben. Het probleem is dat als je spelers gaat verkopen die wel een hoog bedrag waard zijn, dan ben je die spelers kwijt. En dan moet je alsnog nieuwe spelers ook voor die plekken weer zoeken. Dus als Ajax zit je echt een beetje kut op dit moment. Ja, nee, ik denk niet dat ze op dit moment echt op de ideale manier kunnen gaan handelen. Ja, lijkt me logisch. Ik hoorde ook nog Alex Kroes zeggen dat zij eigenlijk 40% van wat ze verkopen kunnen er investeren. Dat zegt, die geeft hij gewoon toe. Ik wil niet zeggen of dat abnormaal is of zo. Maar het wil wel wat zeggen. Het is niet zeg maar zo dat ze nu even 50 miljoen verkopen en dat ze nu ook weer 50 miljoen herinvesteren. Nee, maar misliep dat, deed dat wel. Ja, dat weet ik. Maar hij doet het net als hoe hij het bij AZ deed, zeg maar. Tenminste, Max deed dat. Maar hij heeft natuurlijk ook een tijdje bij AZ gezeten. En daar heeft hij natuurlijk wel wat kneepjes meegenomen. AZ blijft gewoon constant goed oké doen. Tenminste, voor AZ doen ze het goed. Maar over het algemeen oké. AZ verkoopt gewoon heel veel. Koopt voor een relatief laag bedrag weer nieuwe mensen. Die verkopen ze allemaal weer voor een hoog bedrag. En koopt dan weer voor een laag bedrag allemaal nieuwe mensen. Daardoor word je nooit eerste. Alleen, je verdient daardoor wel heel veel geld. En je kan elk seizoen, en dat zie je dit seizoen ook, kopen ze Troy Parrott, daar komen we straks nog wel op, voor 10 miljoen euro. 10 volgens mij, of 8. Maar in ieder geval voor heel veel geld. Dat kan, omdat ze omdat ze elk seizoen gewoon elke keer net iets meer verkopen, waardoor ze weer voor net iets meer nieuwe spelers kunnen kopen. En dan over 10 jaar, dan heb je misschien wel een seizoen dat je denkt van, nou, nu kunnen we echt meedoen. Maar dat zie ik voorlopig nog niet echt gebeuren, hoor. Maar Ajax heeft het overigens in de oefenwedstrijden best redelijk gedaan, behalve dat ze de eerste wedstrijd van PEC Zwolle verloren. Maar verder hebben ze het best oké gedaan. Toch? Ja, ik denk dat je dat ook al kan zien in de uitslagen. Ja, best oké, maar zeker ruimte voor verbetering. Ja, alleen hebben ze natuurlijk niet echt bijzondere tegenstanders gehad. Ja, als je tegen Vitesse speelt dat nog niet eens een proflicentie had toen de tijd. Ja, nee, dan ben je niet echt op een hoog niveau aan het voetballen. Ja, Vitesse staat er bij mij niet eens bij in mijn lijstje, maar ik geloof je meteen, hoor. Oh, hij staat bij mij onderaan. Ze hebben met 4-1 gewonnen. Oh, oké. Nou, dat is in ieder geval netjes. En verder Olympiakos, Alwassel, Rangers en Sint-Truiden. Nu is Rangers nog oké, maar ook niet top of de top. Voor de Europese wedstrijden doen ze het hartstikke goed. Zeker voor het Nederlands voetbal. Dus laten we hopen dat ze ook thuis van Panathinaikos winnen. Ja. Dan zitten ze in ieder geval in die Europa League. Want het is de laatste wedstrijd toch laatste worden? Nee, ik dacht dat ze nog wel eventjes moesten. Ik weet even niet meer wat voor club ze daarna moeten treffen. Maar ik weet bijvoorbeeld Twente, dat kan ook nog een Rangers toevallig treffen nu je het erover hebt. Ja. Als we van Salzburg winnen. Dus we moeten nog wel even door. Oké, nou dat zie ik ook nog niet zo. Ja, voor Ajax zie ik het op zich wel gebeuren. Ligt een beetje aan wat ze tegenkomen. Maar anders komen ze gewoon in de Conference League. Is ook prima, toch? Daar hebben ze wel grote kans om ook echt ver te komen. Ik denk het wel. Als ze tenminste aan een goed elftal kunnen bouwen, dat het een beetje in balans blijft. Dan kan dat zeker. Ja. Laten we naar de volgende club gaan, want dit gaat anders een hele lange video worden. Dan gaat het sowieso al, maar anders gaat het echt heel lang duren. We gaan nu naar Almere City. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want jij hebt Almere City voor het komende seizoen op welke plaats? 15. De 15e plaats. Ja, ik op de 14e plaats. We zitten deze keer niet gelijk, want hadden we bij Ajax gezegd eigenlijk. We denken allebei dat het op de 5e plaats komt. Volgens mij hebben we het niet eens gezegd. Maar
Almere City op de 15e plaats volgens jou en de 14e plaats volgens mij. Nou, wat bij Almere City heel erg opviel is dat ze heel veel spelers kwijt zijn of transfervrij of niet meer aan het huren zijn. En dat ze heel veel spelers transfervrij weer hebben aangetrokken en allemaal onbekende spelers. Zeg dat wel, want het zijn allemaal buitenlanders en ook spelers zonder eredivisie verleden of KKD, hebben gewoon geen verleden in Nederland. Dus ik heb werkelijk geen idee wat ik van die spelers moet gaan verwachten. Nee, dit wordt echt... hier kunnen we eigenlijk zo weinig over zeggen, want we weten het gewoon niet. Wat mij gewoon heel erg opvalt is dat je spelers transfervrij laat gaan zoals een Peña. En dat je een Van La Parra, die nog niet eens een andere club heeft, geen contract meer aanbiedt. En dat je een... je bent een Koopmijners kwijt, wat best wel een speler was die waar ze veel aan hebben gehad, zeg maar. Dus ik denk dat ze zoveel kwijt zijn geraakt, dat deze spelers moeten... Ja, it's make it or break it. Het is heel lastig, want je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Je kent ze niet. Ik kan heel even naar een oefenwedstrijd gaan kijken. Misschien dat we daar iets wijzer uit worden. Ja, volgens mij hebben ze heel wisselvallig gepresteerd. Ja, ik kan er zelfs maar twee zien. Dat is tegen Steaua Bucharest hebben ze verloren. En tegen Go Ahead Eagles hebben ze verloren. Ja, ik heb nog iets meer wedstrijden. Ze hebben 1-0 verloren van Heerenveen. 3-2 van Konyaspor. Daarna wonnen ze wel 3 keer. 1-0 van een Turkse club van Samsunspor, dan de onder 23 van Dortmund en 1-0 van RKC. Oké. Nou ja, dat zegt eigenlijk niks, dus we kunnen hier helemaal niks mee. Oh, ik vind het lastig. Ik sta gewoon ervan uit dat ze een beetje typische RKC-beleid van de afgelopen jaren voeren in rust. En dan met een nieuwe trainer, wat ook nog een lastig verhaal gaat worden, maar wel de club kent, denk ik dat ze het er nou nood gaan redden. Ja, wat ik in de vorige take ook zei, van ik denk dat het verlies van Pastoor best wel groot is. En ik hoop voor ze dat Maduro het goed kan overnemen. Maar ja, dat moeten we ook maar zien hoe dat gaat lopen. Inderdaad, wat je zegt, het heeft wel echt... Het is heel positief dat ze... dat hij de club al kent. Dat scheelt natuurlijk. Ja, nou, Almere moet vooral niet hopen dat de statistiek die ik nu ga noemen ook gaat blijken voor hun. Want het staat me bij, ja, overal waar Alex Pastoor in Nederland tenminste dan eerder weg is gegaan, dat liep niet heel best af. En dan noem ik het gerust erbij dat dat degradatie werd. Uh-oh. Ja. Laten we hopen dat daar niet te veel last van zullen, dat ze daar niet te veel last van zullen krijgen. Nou, we gaan het zien. Het blijft gokken, omdat we gewoon niet die spelers gewoon niet kennen. Almere City is voor me wel heel lastig in te schatten, maar ze hebben ook nog wel een aantal spelers van vorig jaar waarvan ik denk dat die ook nog wel redelijk zijn. Zoals? Ja, ze hebben nog spitsen van vorig jaar. Die Hans Robinet hebben ze nog. Wie hebben ze? Ze hebben nog... Die keeper, die vond ik wel goed. Die Bakker. Mm-hmm. En ze hebben nog die eigen jeugdspelers. Waaronder Jochem Ritmeester van de Kamp. Die moet je wel kennen. Met die hele lange achternaam. Die ken ik wel. Die is ook best oké. Dat is best een oké speler. Prima spelertje, zeker. Ja. Dus dat... Nou, laten we maar gewoon verder gaan, want we hebben er toch niks verder zinnigs meer over te zeggen, denk ik. Behalve dat ze zich gaan handhaven. Behalve dat ze zich zeker gaan handhaven, want toen ik dit lijstje aan het maken was, toen dacht ik, Jezus, wat is dit een zwakke eredivisie. Dat ik eerst wat te kijken van, maar wie moet ik nou onderaan zetten? Zoveel keus. Aan de onderkant kan je dat wel denken, ja. Ja, bijna het hele rechte rijtje voor mij, hoor. Ik vond het vorig jaar wel makkelijk om in te vullen, moet ik zeggen. Maar goed. We gaan zien wat er gebeurt. Misschien zit het er wel helemaal naast. Het kan ook heel goed, hè? Dat Vitesse. Ja. Ja, ik wilde nog zeggen dat ik Vitesse vorig jaar plek 8 had voorspeld. Dus ja, weet je, het kan altijd misgaan. Het kan altijd misgaan. De volgende club is mijn club, AZ. Daar heb ik genoeg over te zeggen. Nou, kom maar in.
Waar heb jij AZ staan? Misschien een beetje standaard, maar ik heb ze op plek 4. Ja, dat dacht ik al. Ik heb het even anders gedaan deze keer. Heb je ze op plek 3? Ik heb ze op plek 3. Boven ik heb Twente. Boven Twente. Ik heb best veel vertrouwen in en dat ga ik nu uitleggen. Iedereen was van tevoren van, AZ raakt zoveel spelers kwijt en daar gaan ze zoveel slechter van worden. En ik denk altijd van, elk jaar is dat zo. Maak je nou niet druk, AZ koopt wel ergens weer spelers vandaan dat je denkt van, waar halen ze deze nou weer vandaan? Die doen het dan weer fucking goed en die verkopen dan over 1 of 2 jaar weer voor zoveel miljoen. Dat gebeurt namelijk elk jaar, dus ik maakte me daar zeker niet druk om. We hebben heel veel geld geïnd. We hebben 18 miljoen gevangen voor Pavlidis. We hebben, vind ik, veel te weinig ontvangen voor Sugawara. Want ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste spelers was van het hele team. Hebben we maar 7 miljoen voor gevangen. Ik vond dat minstens 12 had moeten zijn. Verder hebben we Odgaard verkocht en Vindaal verkocht en Goudmijn verkocht. Nou, van die laatste twee ben ik heel blij dat ze weg zijn. En van Odgaard, die voegt op zich niet zo heel erg veel toe. Waar ik heel erg van geschrokken ben, is dat we Matthew Ryan hebben laten gaan. En dat we die niet een goed genoeg contract hebben kunnen aanbieden om te blijven. Want Matthew Ryan is naar AS Roma. Ja, dat zou ik dan ook meteen doen natuurlijk. Maar vond ik toch best een goede speler. Ja, maar ook gewoon de ervaring. En het is natuurlijk niet zo makkelijk om een goede keeper te vinden. Nou, wel ook weer niet zo moeilijk. Maar wat er nu rondloopt, dan kan dat best nog wel eens kiele gaan worden. Ja, ik kom zo op de aankopen. Ik was ook verbaasd dat we die STFS, de optie tot koop, niet hebben gelicht. We hebben namelijk die speler die kwam in de winter. Toen dacht ik, voor als vervanger van Sugawara nu die in de Azië Cup meedoet. Toen heeft hij 1 wedstrijd gespeeld. Dat was de eerste wedstrijd nadat hij gehuurd was. En daarna heeft hij nooit meer gespeeld. Dat vond ik echt zonde, want ik vond hem best wel oké. Ik kan hem ook alleen maar van 1 wedstrijd herinneren. Ja. Ik vroeg me ook al af waar is die gozer gebleven. Ja, ik vond het heel bijzonder. En Thiago Dantas hebben we blijkbaar ook de optie voor koop niet gehuurd. Optie voor koop niet gelicht. Jammer, maar oké. Wat we daarvoor allemaal in de plaats hebben, dat is wel oké, vind ik in ieder geval zelf. Onze eerste keeper wordt als het goed is Owusu Oduro, de jongeling van Jong AZ eigenlijk. Maar vorig seizoen heeft hij ook al best wel wat wedstrijden, zeker rond de Azië Cup, omdat Ryan daar ook was, heeft hij gespeeld. Ook in Europa een aantal cruciale wedstrijden. Volgens mij heeft hij ook gespeeld tegen Aston Villa. Maar daarvoor hebben we nu in ieder geval als tweede keeper Jeroen Zoet. Maar die heeft al in de wedstrijden die hij heeft gespeeld in de voorbereiding best wel oké gekiept. Dus ik ben heel erg blij dat we die hebben kunnen strikken. Want dat had ik eigenlijk niet verwacht dat zo'n keeper naar AZ zou willen komen. En we hebben een nieuwe Japanner. Yeah! Maikuma. Die is best goed. Ik heb hem nu al een paar goals van hem gezien. Nah, maat. En als we het over goals hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over Troy Parrott. Ik vind het echt knap dat AZ deze heeft weten te strikken. Hij heeft echt al veel gescoord in de voorbereiding. Echt een goede speler. Ik ben nou al blij met hem. Ik heb hem nog niet eens echt gezien. Volgens mij is hij nog niet eens heel lang binnen bij AZ. Nee, dat klopt. Hij is echt nog, ik denk nu 1 week of 3 of zo. Hij heeft echt al een paar wedstrijden gespeeld. Maar als je kijkt wat hij op het niveau bij Excelsior presteerde, toen vond ik trouwens ook al dat hij te goed was voor zo'n club, dat ik dacht van, hoe komt hij überhaupt bij Excelsior terecht? Ja. Maar hij bewijst het wel, want sterker nog, hij heeft er in de play-offs volgens mij echt een stuk of 8 gemaakt in, ja, dat zijn in ieder geval, dat waren 4 wedstrijden. Ja, precies. Waarom ik had beloofd dat ik zou zeggen waarom ik denk dat AZ derde wordt. En nu weet ik dat je niet te veel van de voorbereiding af moet gaan. Maar AZ heeft een mega goede voorbereiding gedraaid. 6-0 gewonnen van Athene, AEK Athene. 6-1 gewonnen van Nordsjælland. 8-0 gewonnen van Excelsior. 3-0 gewonnen van Kortrijk. 2-1 gewonnen van Aris Thessaloniki. 2-2 tegen Atalanta, 1-1 tegen Le Havre en 0-1 gewonnen van Stoke City. Best een goede voorbereiding, eerlijk is eerlijk.
Dus dat biedt me gewoon heel veel hoop. Nu ben ik natuurlijk ook een beetje biased omdat ik voor AZ ben. Hè. Dat zal ik ook echt niet ontkennen. Maar ja, ik zie het allemaal wel goed komen. Ik ben in de goede stemming. Wat vind jij van AZ? Want ik ben natuurlijk veel aan het ouwe horen. Nee, dat mag je doen hoor. Maar ja, wat zal ik gewoon van AZ zeggen? Ik vind dat dat wel een verjong team is. Wat op zich niet verkeerd hoeft te zijn. Want er komen natuurlijk ook weer heel veel talenten door. En ja, dat is ook wel heel bekend van AZ. Ja. Mijn enige twijfel is wel of dat wel stabiel genoeg gaat zijn gedurende een seizoen waarin je echt veel wedstrijden gaat spelen, ook Europees. En dan vraag ik me wel af wie dan echt zeg maar een beetje de ster spelers zijn of de ervaren spelers die dan zo'n elftal gaan leiden. En ik denk dat dat nog wel eens een verschil kan zijn tussen plaatsen 3 en 4. Ja, maar ik denk dat een Jordi Klaas die echt wel de man gaat worden, zeg maar. Ik denk dat we Martens Indy gewoon moeten op de bank moeten zetten, zeg maar. Dat we Klaas hier gewoon die band moeten geven. En als zo'n Zoet ook veel gaat keepen, want die Ozoduro is nog een beetje blessuregevoelig volgens mij. Of die is volgens mij ook geblesseerd. Als je eerste paar wedstrijden Zoet het gewoon goed doet, kan je die gewoon lekker laten staan. En dan heb je gewoon in je as, dus Klaasie en Zoet, heb je eigenlijk al hele ervaren spelers. En als je dan voorin in het midden Troy Parrott hebt, die ze er gewoon elke wedstrijd een paar in knikt. Nou, dan heb je een hartstikke goede as. Ik denk op zich wel dat er zeker in potentie een heel goed elftal gaat staan. En dat er ook best veel doelpunten kunnen vallen. Alleen hoop ik dat hij gewoon voor Van Bommel kiest in plaats van Brederode. Want als ik die toch elke keer weer moet aangluren, dan wordt het wel een beetje simpel. Maar is dat dan nog geen zekerheid dat Van Bommel gaat spelen? Ja, voor nu wel. Maar ja, als hij weet je, het is nu natuurlijk geen Jans. Hè? Dus hij gaat niet elke wedstrijd wisselen omdat hij weer wat nieuws heeft bedacht. Maar Martens die gaat wel voor Van Bommel als het goed is. Maar ja, het probleem is van jonge spelers, die zijn eigenlijk nooit een heel seizoen stabiel, zeg maar. Dus een paar wedstrijden heel goed zijn en een paar wedstrijden dat ze een stuk minder zijn. Maar ja, dat moet blijken. Ik heb in ieder geval vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen. Ja, dat moet ik wel. Ja. Ik vind dat we naar de volgende gaan, want anders gaat het heel lang duren, deze video. Dat gaat het sowieso al, denk ik. De volgende die ik op mijn lijstje heb staan is Feyenoord. Wauw. Waar heb je Feyenoord staan? Op de tweede plek. Ik ook. Ik heb Feyenoord nice. Ook op de tweede plek staan. Dat had ik ook wel verwacht dat jij dat hebt. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Behalve als je gekleurd bent voor een andere club bent. Ja, precies. Of Hans Kraaij heet. Nou, dan wil ik niet eens weten wat hij had bedacht. Of had hij ze op 1? Ja, hij had ze op 1. Okay. Hij had ze op 1. Kan ik nog ergens wel zien dat dat misschien kan gebeuren. Ja, precies. Het is anders dan wanneer AZ of Twente het eerste wordt. Precies. Maar goed. Feyenoord. Als ik naar de transfermarkt kijk, heel veel is er gebeurd daar. Holy shit. Ik kan het bijna niet volgen, maar heel veel huurspelers, of heel veel spelers die gewoon terugkomen van een huurperiode, moet ik er wel bij zeggen. En volgens mij zijn de meeste daarvan ook alweer weg. Ja, dat denk ik wel. Ja, heel veel zijn er ook alweer weg. Ja. Dus als je even gewoon alles wat teruggekomen is van een huurperiode, als je dat even weglaat. Ja, dan hebben ze eigenlijk nog niet eens heel veel bijzonders gehad. Oh ja, behalve Gijs Mal en die Argentijnse spits Carranza. Ja, die Carranza heb ik al wel meerdere dingen van gehoord. En Small is sowieso een goede om te hebben, denk ik. Ik denk dat het wel echt wel een stiel is. Want hij is transfervrij overgekomen. Ja, en zeker nu Hartman geblesseerd is, kunnen ze hem wel goed gebruiken. Dus nee. Alleen een ander probleem. Zelf is hij ook nog niet helemaal fit. Oh. Dat is wel een probleem. Dat zou je best een probleem kunnen noemen. Ja, maar volgens mij gaat hij wel over een paar weken vanzelf in dat elftal komen, denk ik dan. Oké. Okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd of dat hoe dat gaat. Ik zie hier hè, dat Alireza Jahanbakhsh nog steeds geen club heeft. Ik zou tegen AZ zeggen, yo,
sign hem? Voor de ervaring en zeker kan hij regelmatig nog wel mooie acties maken en zo. Ja, ik ben altijd fan geweest van Jan Baks. Ik zou hem lekker tekenen hoor. Ja, kan zeker nog wel een optie zijn. Maar ik weet niet of je hem dan als een basisspeler meteen moet zien. Nee, maar dat doet het ook niet. Maar ik zou er wel gelukkig van worden. Ja, snap ik. Verder, ja, die Hashimoto heb ik wel meer van gehoord dat die wel oké is. Ja, bij Vitesse was dat een lichtpuntje. Maar hij had ook niet heel veel rendement. Nee, maar dat lag ook meer aan Vitesse, denk ik. Het lag ook aan Vitesse, maar die gozer creëerde zelf ook 48 kansen en er ging er een 0 in. Nou, dan moet hij daaraan werken in ieder geval. Misschien dat de nieuwe trainer hem daarmee kan helpen. Dat wordt ook nog interessant, want hij heeft echt een eigen visie, een eigen speelstijl en dan ook gelijk een andere formatie. Dus dat wordt ook interessant hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ze hebben er de Johan Cruijffschaal mee gewonnen. Ja, ik heb dat deels gezien. Ik vond het bij Verlagen oké, maar het was, ik denk ook dat ze mede door de verdediger van PSV nog wel in de wedstrijd zijn gebleven. Oké, we komen straks pas bij PSV, maar die Oppegaard is slecht? Holy shit. Dat wou ik even zeggen. Ja, precies. Dat wilde ik ook. Daar was ik nog wel vanzelf op gekomen, denk ik. Ja. Maar die Mitchell en die Natje, daar weet ik eigenlijk niks van. Dus daar kan ik ook niet over zeggen. Nee, snap ik. Wel even om te benoemen, Mats Wiever zijn ze als enige sterkhouder kwijtgeraakt. Ja, dus eigenlijk hebben ze nog zo'n beetje. Oh ja, en Minte. Minte heeft natuurlijk veel gespeeld. Oh ja. Maar die is op zich nog wel vervangbaar, zou je zeggen. Ja. Ja, die is op zich wel vervangbaar, dat is waar. Ja, verder zijn ze nog helemaal niet zo hele bijzondere dingen kwijtgeraakt, hè? Nee, maar dat is ook wel een beetje typerend voor de transferperiode tot nu toe. Want ik zie dat heel veel ook weer terug zijn gekomen van de huur. Een Walemark. Die Boujoude, die Ezekiel, die heeft volgens mij ook best wel veel gespeeld in de voorbereiding, als ik me niet vergis. Oh, dat dacht ik niet. Maar nee. Volgens mij niet. Ze hebben volgens mij ook niet gespeeld tegen PSV. Ja, als ik kijk wat er terug is gekomen, dan is het meeste of al weg of het maakt toch geen kans op speeltijd. Oké. Ja, als ik naar hun voorbereiding kijk. Ze hebben gewonnen van Dordrecht, van Genk en van Cercle Brugge. Alleen 5-0 verloren van Benfica. 3-1 verloren van Monaco. En ze hebben dan gelijk gespeeld tegen PSV voor de Johan Cruijffschaal en dan met penalties. Ze hadden toch gewonnen met penalties? Ja, ze hebben gewonnen met penalties. Oh, het staat hier verkeerd. Lol. Oké. In Fotmop, de ding die ik gebruikte, die stond het verkeerd. Maar goed, ze hebben in ieder geval de Johan Cruijffschaal. Dus de prijs is binnen voor dit seizoen. Als ze dan gewoon verder geen prijzen meer halen, dan nee. Maar geen bijzondere dingen. Eigenlijk nog redelijk hetzelfde team. Alleen wel een andere coach die met een andere speelstijl. Dus dat zal misschien in de eerste paar wedstrijden nog best wel tegenwerken. Zeker als je ziet hoeveel kansen ze weggaven tegen PSV. Ja, dat kan zeker nog wel een dingetje gaan worden. Dus het zal niet verrassend zijn. Ja, het zou niet verrassend zijn als ze veel doelpunten tegenkrijgen. Alleen het enige voordeel is wel dat ze in de Eredivisie spelen. Dus dat ze als ze de eerste paar wedstrijden tegen PEC Zwolle, Fortuna en Willem II moeten. Dan, dat zuig ik uit mijn duim, hè. Maar dan hoeven ze ook niet echt bang te zijn. Dan kunnen ze best wel wat steekjes laten vallen. Oh lol, ja. PEC Zwolle en Willem II zijn serieus de eerste twee. Oh ja, Willem II wist ik, PEC wist ik niet. En je Sparta speelronde 3, nou dat wordt leuk. Ik denk dat we mooi doorgaan naar de volgende club. Geen probleem. Fortuna Sittard. Oei oei oei. Oei oei oei, indeed. Waar heb jij Fortuna staan? Ik heb ze zelf op de 14e plek. 14? Dat vind ik hoog. Jij hebt ze ergens onderin gezet, denk ik dan. Ik heb ze op de 16e plek gezet.
Ja, maar zo groot hoeft het gat tussen 14 en 16 ook weer niet te zijn. Dat is zeker waar. Ik heb wel meegekregen dat Fortuna een keeper van de tegenpartij moest lenen, omdat ze zelf geen spelers genoeg hadden. Dat klopt. Dat is hilarisch. Hoe kan dat, jongens? Geen idee. Maar ik heb daar wel wat over te zeggen. Ja. Ik denk dat, als je kijkt natuurlijk wat ze hebben gehaald, is niet heel veel bijzonders. Maar dat heeft denk ik voornamelijk te maken met het feit dat ze nog aan het bezuinigen zijn. Nou, dat weet ik wel zeker, want dat heb ik gehoord. En ik denk dat dat te maken heeft met het jaar dat Burak Yılmaz FC opgericht werd. Nou, dat ze daar nog heel veel last van hebben. Want wat ze nu halen is duidelijk wel een niveau minder. Ja, maar als ik dan ook kijk naar vertrokken spelers. Zo'n Ushakoop, hè, die deed volgens mij best oké bij Fortuna. Zit nu zonder club. Waarom bieden ze hem geen contract aan? Siofas, best wel oké voor... Ja, die is wel oud, maar die deed best wel oké voor Fortuna. Zit nu zonder club. Denk je van Córdoba? Dat is toch ook altijd wel een prima speler? Ja, maar die hebben ze, die is transfervrij wel naar een andere club gegaan. Dus dan denk ik nog van oké, dan kan ik me voorstellen dat je naar een andere club gaat. Maar ja, maar je kan, ja, je probeert ze natuurlijk wel gewoon te behouden. Ja, of dat niet. Lijkt mij ook. Ja, maar het is echt waardeloos allemaal. Maar ik heb een beetje naar die selectie gekeken. Ik denk dat ze verdedigend op zich prima spelers hebben. Maar dat het met name in de aanval een beetje tekort gaat schieten. En dan ook nog Kai Sierhuis die geblesseerd is. Dus daar gaan ze ook nog goals mee missen. Dus ik denk vooral dat scoren een probleem gaat worden. En dan gok ik dat ze dat op een of andere manier dan nog net redden. Ja. Maar dat gaat een probleem worden, denk ik. Dat denk ik ook. Wat ik zo wel kan zien is dat er weer, net als met wat we met Almere City hebben gezien, dat er een heel leger aan transfervrije mensen over zijn gekomen. Wel met wat bekende. Zo'n Van Ottelen van Heerenveen. Nou, vind ik best een oké speler voor Fortuna, denk ik. Adewoye ook. Adewoye ook, precies. En ze hebben Mitrovic gekocht. Ik wilde zeggen Brandhorst, hele goede keeper. Oh, inderdaad. Die hebben ze gehuurd van Utrecht. Oh, nou, ja, dat is best wel nice om een goede keeper te hebben. Ja, dan kunnen ze dat in ieder geval gebruiken, want die hadden ze niet. Nee. En ja, voor de rest, onbekende, niet heel bijzonder. Nee, verder weg een heel leger met hele jonge spelers. Dus ja, ze moeten geluk hebben dat daar wat tussen zit wat opeens uitblinkt, zeg maar. En dan kunnen ze die weer mooi verkopen aan het eind van het seizoen. Als ze dat überhaupt kunnen, wat hebben ze nu niet gedaan, maar even kijken, ze hebben 9 spelers transfervrij gehaald. Daarvan is de jongste 18 en de oudste 25. Ja. Sensatie. Wellicht zitten er een paar juweltjes tussen. We gaan het vanzelf merken. Ze hebben ook niet een fantastische voorbereiding gedraaid. Ze hebben gewonnen van EVVV, dat is knap. En daar houdt het een beetje bij op. Ze hebben met 7-3 gewonnen van dat team van transfervrije spelers. Dat heet VVCS. Oh, hey. Hoppatee. Maar 7-3 ook. Wat moet je van zo'n uitslag vinden? Slechte verdediging. Wel veel scorend vermogen. Maar dat gaat een beetje tegen wat wij net zeiden in. Precies. Ach, hè. We gaan naar de volgende club. Dat is Go Ahead Eagles. Waar heb je Go Ahead Eagles gezet? Iets lager dan waar ze geëindigd zijn vorig seizoen. Op plekje 11. Echt? Oké, interessant. Ja, ik zat dus zo te struggelen dat ik dacht van, we zitten met zoveel teams in dit seizoen, dat ik ze op plek 8 heb gezet. Ja, voor mij is de reden waarom ze lager gaan eindigen dat ze toch best veel sterkhouders zijn kwijtgeraakt. Bas Kuipers, de man met de mooiste naam, Willem Willemsen. Jeffrey de Lange. Jeffrey de Lange is vandaag trouwens nog weggegaan, ja. En dan kijk je naar wat ze gehaald hebben. Vind ik niet slecht. Ik denk dat dat past bij Go Ahead zijn beleid en dat dat ook wel gaat werken. Maar dat zal wel nog even een ander niveau worden dan wat het afgelopen jaar was, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Al vond ik dat ze tegen Brand best oké deden. Ik denk dat ze zich best wel tekort hebben gedaan tegen Brand in de voorronde van de Conference League. En ik heb er... Weet je, vorig jaar dachten we allebei van, oh, de Go Ahead Eagles, dat gaat heel laag eindigen. Tenminste, dat kan ik me nog herinneren. Volgens mij werd dat ook gezegd. Maar uiteindelijk hebben ze het wel een stuk beter gedaan dan dat we verwachten. Ze hebben natuurlijk ook de playoffs gewonnen, dus ze hebben het sowieso hartstikke goed gedaan. Verder halen ze misschien nog wat aan, helemaal aan het einde als alle spelers wat goedkoper zijn. Ze hebben zo'n spits, geloof ik. Die is heel goed in kansen creëren, alleen nog niet zo heel goed in ze afmaken. Als hij nou ook goed wordt in het afmaken, dan kan er best wel wat worden. Ik weet even niet meer hoe die heet. Ik denk dat je Adekanje bedoelt. Ja, die bedoel ik. Adekanje. Ja, die. Echt, iedereen heeft het over hem. Van ja, hij kan wel creëren, hij is wel dreigend. Maar hij heeft vorig seizoen niet eens gescoord, heb ik begrepen. Oh, nou, dan, als hij dat nou eens gaat doen, dan kan dat echt nog wel eens wat worden. Ja, precies. Wil jij er nog woorden aan vuil maken of gaan we lekker door? Ja, het wordt een prima plek in de middenboot, denk ik. En daar is alles mee gezegd. Ja, precies. Oh, ik wil nog wel heel even kijken hoe ze het in de voorbereiding hebben gedaan. Nou, best oké. Ze hebben van Telstar en van Almere City gewonnen. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel bijzonder. En natuurlijk tegen Brand gespeeld. Heb jij daar nog meer wedstrijden staan? Ze hebben geoefend tegen Union uit België. Daar hebben ze 2 van verloren. Maar ze wonnen ook met 2 van Genk, wat wel weer knap is. Ja, dat is niet slecht. En 2-1 verlies van Union is ook nog niet eens zo'n heel erg, heel slecht, zeg maar. Want het is gewoon een goede ploeg. Ik weet niet wat voor elftallen dat waren, maar het klinkt zeker niet slecht. Ja, dat blijft altijd lastig met de voorbereiding natuurlijk. Goed, maar dan gaan we... Oh, sorry. Nee, ik zei het is prima. Zeker. We gaan naar Promovendus FC Groningen. Waar heb je FC Groningen staan? Dat wordt een gokje, maar ik heb ze heel hoog. Ik denk dat ze 10e gaan worden. Maat. Ik denk dat ze 12e gaan worden, maar ik denk echt met moeite. 12, 10. Ligt meestal niet heel ver uit elkaar. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat ze met heel veel moeite 12e gaan worden. Ze zijn niet heel veel kwijtgeraakt. Maar nu ben ik niet echt een KKD-kijker, dus ik ken ze ook niet zo goed. Maar... ze zijn zijn ze kwijtgeraakt aan Bodo Glimt. En verder Beukers aan Volendam. Maar nu ging die transfer vrij, dus hadden ook geen contract meer. En verder hebben ze ook nog niet zo heel veel binnengehaald. Wel Thijs Oosting. Dat is wel een goede aankoop, denk ik. Dat denk ik ook. En Fase, goede keeper ook. Ja, oh ja, dat ook zeker. Dat is altijd. Dat hebben ze goed gedaan. En verder, ze hebben Kevin van Veen terug. Maar die zorgt alleen maar voor gezeik, volgens mij. Dat hij ik heb toch? Zelfs begrepen. Ja, ik heb begrepen dat hij zelfs naar de onder 21 is gestuurd. Lol. Oké. Orad Mangun is terug. Dus, oké. Die deed vorig jaar bij Fortuna wel oké. Maar ik moet zeggen, over deze spelers... Mm-hmm. Kan wel wat worden. Maar ik denk dat ze vooral gebruik gaan maken van de huidige selectie. En ik moet zeggen... Waar ik met name vertrouwen heb put, wat wel een beetje riskanter kan zijn, moet me ook een beetje denken aan NEC een paar jaar geleden. Ze hebben heel veel jonge spelers die in de KKD al best wel overtuigend waren. Natuurlijk is het KKD, maar ze wonnen wel in een reeks, in de zwaarste reeks die je misschien kon bedenken van alle topploegen, zeg maar. En ik denk dat dat ook echt wel een geoliede machine is geworden. Dus met weliswaar meer weerstand, denk ik echt dat er nog wel... veel te behalen valt. Oké, ik geloof jou, want ik kijk geen KKD, maar ik ben verder benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ik verwacht er nog niet te veel van. Wel hebben zij ook wel een hele goede voorbereiding gedraaid. Ze hebben 9-0 gewonnen van Gomos Norg. Ze hebben met 15-0 gewonnen van VVASVB. Ik snap dat dan niet, hè? Want wat hebben ze daar nou aan? Ja, het enige wat ik kan in één keer is ritme opdoen. Ja. Ze hebben 0-1 gewonnen van Erfurt, die ken ik niet. 3-2 van Emmen en 2-0 van Heracles. Ja. Ze hebben ook nog 4-1 gewonnen van Pas Lamia. Oké. Nou,
best oké, maar ja, allemaal wel tegen clubs dat je denkt van oké, ja, misschien Heracles dat dat wel goed is, maar verder niet zulke hele bijzondere tegenstanders gehad. Nee, maar dat hoeft niet per se slecht te zijn. Nee, dat is waar. We gaan het zien. Ik verwacht niet al te veel van Groningen. Maar ja, aangezien er zoveel clubs van zijn waar ik er niet zo heel veel van verwacht, was het rechte rijtje lastig om te maken. Wat verwacht jij van Heerenveen? Dat is de volgende. Nu ga je zeggen, nou, die gaat mee in de hype. Ik denk dat Heerenveen echt een heel leuk seizoen gaat draaien. Dat zeg ik. Ik wil niet zeggen van tevoren, ja, Robin van Persie, die gaat het even doen. Maar ik heb beelden gezien van de voorbereiding, van een aantal goals gezien. Als je het niveau zag van de aanvallen, van hoe ze die kassen creëerden, en de druk wat ze zetten, tempo in die ploeg, als ze dat in de Eredivisie gaan laten zien, dan denk ik echt dat ze het best goed gaan doen. Oké, en op welke plek heb je ze dan? Ik denk dat het zelfs de verrassing van het seizoen gaat worden en dat ze zevende gaan eindigen. Zo, zevende? Oké. Ja, ja. Oké. Heftig. Ik heb ze op de negende plek gezet. Ik dacht wel van Persie gaat er echt wel wat doen. Ik heb ook die tiki-taka goal gezien. Dat was een hele mooie goal. Of het echt de verrassing van het seizoen gaat worden, dat moet altijd even blijken. Maar ik denk dat ze wel veel kans hebben als je ziet wat de rest van het deelnemersveld is natuurlijk. Ze hebben volgens mij een redelijke voorbereiding gedraaid. Nou, ze hebben gewonnen van Dordrecht, van PEC en van Rayo Vallecano. Wat? En de Rayo Vallecano is ook gewoon, ik weet niet met wat voor teams ze speelden, maar als je daar met 5-0 van wint, is dat wel knap hoor. Ja, precies. 1-0 verloren van Middlesbrough, nou, dat is nog geen grote ramp. Het enige wat Heerenveen een beetje tegen zich heeft, is dat ze met 3 relatief moeilijke wedstrijden beginnen. Ik weet niet aan mijn hoofd wie dat zijn, behalve Ajax. Ajax, Utrecht en Twente. Ja, oké, maar daarna krijgen ze waarschijnlijk wel tegenstanders waar ze veel wedstrijden van kunnen gaan winnen. Daarna is het NAC AZ Groningen. Maar Sparta begon een paar jaar geleden ook met een relatief moeilijk programma. Stonden volgens mij op 1 punt of zo na 3 wedstrijden. En toen gingen we opeens heel veel wedstrijden winnen, dus het kan wel gewoon. Ja, dat is waar. Als het moraal maar niet te laag wordt en dat ze niet na 3 wedstrijden al roepen van die Robin van Persie moet eruit omdat hij er niks van bakt. Dan. Ik denk dat zijn visie op het voetbal wel Heerenveen gaat helpen, ook aan mooi voetbal. Ja, nou, wellicht. Ze hebben die Luc Brouwers van Utrecht natuurlijk. Ja. En verder eigenlijk niet zulke hele spannende dingen aangekocht. Tenminste, mij zegt het niks als ik er naar kijk. Mij ook niet superveel, maar ja, ik denk Kerst is volgens mij wel een prima speler voor in je verdediging. En Condé moet denk ik een beetje voor de balans op het middenveld gaan zorgen. En gewoon de ervaring in de ploeg. Ja, ze zijn Sarovi wel kwijtgeraakt, wat op zich een goede speler is. En nog een paar op zich niet al te verkeerde spelers. Nee. En toch denk ik dat ze het goed gaan doen. Ja, want ik ben benieuwd waar die hype vandaan komt. Want inderdaad een Sarovi, maar ook een Van Amersfoort en een Van Beek. En Haaien, die trouwens nog geen club heeft. Waarom niet? Dat vind ik best wel ploeg. Spelers, dat je denkt van, nou, die waren best belangrijk afgelopen seizoen. Zelfs een Sven van Beek. Ja, nou, voor Heerenveen was dat op zich wel gewoon een goede speler. Ja, maar precies. Even kijken, ik denk dat spelers als Sebo Wie en hoe zeg je dat, Alsaid, zoiets. Misschien zijn dat spelers die nogal over de vleugels gevaarlijk gaan worden. Ja, dat moeten we zien. Moeten we even afwachten hoe dat gaat lopen. Maar Pep heel positief, ondanks dat ze eigenlijk best goede spelers zijn kwijtgeraakt. Ja, nou, we gaan het zien wat dit gaat worden. Laten we doorgaan naar Heracles Almelo. Waar heb je Heracles staan? Nou, van de verrassing van het seizoen gaan we naar iets negatief. Nee, ja oké, gewoon negatief. Ja. Plek 16 gaat worden. Zo, holy shit, dat is veel lager dan dat ik heb. Ja? Ja, ik heb plek 11. Oh.
Omdat ik alles wat eronder staat, ik denk van dat die het nog slechter gaan doen namelijk. Ja, wat zal ik zeggen? Ze hebben wel veel spelers aangetrokken. Die van Kaam, die was best wel oké. Dus dat vind ik nog wel interessant om te zien. Alleen, die andere ken ik eigenlijk allemaal niet. Ja, als ik even ga kijken wat ze hebben. Ja, een aantal spelers ken ik niet. Dus dat is afwachten wat het allemaal gaat worden. Het zand was bij Dordrecht en wel een pareltje vorig jaar. Dus op zich kan je daar wel wat van verwachten. Maar waar ik vooral een beetje tegen opkijk is Erwin van der Looy, om het maar heel kort maar krachtig te zeggen. Want ik heb het idee dat daar niet heel veel voetbal vanaf gaat komen. Maar hij heeft het best goed gedaan met Jong Oranje, toch? Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Maar of hij het wel of niet goed heeft gedaan. Ja, misschien. Maar Dennis, hij is sowieso, misschien ligt ook een beetje aan zijn reputatie. Maar Hoornkamp, die de doelpunten maakte, is ook geblesseerd. Dus daar hebben ze voorlopig ook niks aan. Nee, dat is waar. Ik weet niet wie dan voor de creativiteit gaat zorgen. En ik denk dat het een mooi moment is om de voorbereiding even bij te gaan pakken. Uh-oh. Ik noem het wel even. Almeloze selectie, 2-2. Wat? Nog wel gewonnen van Horsens met 1-0 en 1-1 tegen Dender. Maar 0-0 tegen Preußen-Münster en Duitsland. Verloren van Excelsior en Groningen. Ja, dat is niet best. Ja, en vooral weinig scorend vermogen. Dus geen één wedstrijd waarin ze er minimaal 3 hebben gemaakt. Maar ze hebben wel Oppegaard verkocht aan PSV. Oh nee. Oh, die had ze gehuurd. Ja. Ik denk niet dat ze die nog een keer moeten huren, maar goed. Nee, ik denk niet dat ze daar heel veel beter van worden. ik denk dat Heracles zomaar eens lager kan eindigen dan dat ik heb voorspeld. Maar dat is nou te laat. Dat gaan we vanzelf zien. Hier wil ik eigenlijk niet heel veel meer woorden aan vuil maken. Ja, ik ook niet. Dan gaan we naar de slechtste club van deze Eredivisie. Mijn nummer 18, NAC Breda. Oei. Ja, ik heb ook niet heel veel verwacht. En ik denk dat ze 17e worden. Oké. NAC wordt volgens mij dus laatste. Ze zijn met zoveel geluk erin gekomen. Begrijp me niet verkeerd. Supermooie club. Ik ben heel blij dat ze erbij zijn. Want het is wel echt een mooie club om in de Eredivisie te hebben. Zeker met de support. Er is altijd gezeik bij NAC Breda. Dat zal ook altijd zo zijn. Dat ze maken het zichzelf gewoon weer kapot. Ook nu weer halverwege het seizoen. En ik denk dat ze halverwege het seizoen niet meer dan 6 punten hebben gehaald. Ja, dat is wel pijnlijk als dat zo is. Ja, er is zelfs nu ook weer gezeik met, ik weet niet of je het hebt gehoord, zo'n speler die ze zouden verkopen. Ja. De transfer is afgeketst, Omkeba heet die. Ja. Ja, dat snap ik wel. Want er is toch geen club die hem wil hebben? Nou, als je zo met jouw huidige club omgaat, dan denk je als club toch ook van, ja, maar zo'n jongen wil ik helemaal niet in mijn club hebben. Ja, maar goed, hij was eigenlijk al gekeurd. En toen ging volgens mij Genk of Gent, wat het was, ik weet niet meer, de prijs verlagen. En toen is die deal om een of andere reden van de baan gegaan. Ja, dat lijkt me best logisch. Want als jij al een akkoord hebt, want anders ga je geen keuring doen. En je gaat opeens alsnog minder vragen, dan zou ik als club ook zeggen van, yo, flikker maar op. Alleen als je dan als speler aan een club die zoveel voor jou heeft gedaan, zeg maar, want dat is wel zo, heb ik begrepen, hem echt een kans hebben gegeven. Als je dan zo bent, ja, maat, ik zou hem niet eens willen als andere club zijnde, als je zo met je club omgaat. Ja, nou, hij heeft zich ook uitgelaten over het bestuur bij NAC. Dus ja, ook weer heel positief. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, want je hebt Van Hooijdonk, dus dat kan nooit goed zijn. Maar ik wilde de naam weglaten, maar het is Pierre Van Hooijdonk. Ja. Piepo. Nee. Kijk je naar de selectie, dan... Trouwens, ze halen wel veel spelers de laatste dagen. Maar laat ik het zo zeggen, het zou misschien kunnen, maar ik heb gewoon geen hoge verwachtingen, puur om het feit dat het eigenlijk altijd onrustig is en dat de stabiliteit meestal ver te zoeken is. Ja, en als je kijkt naar wat ze hebben, dan valt het ook allemaal echt, allemaal onbekende mensen, allemaal transfervrij, dus hun eigen club wil ze ook al niet hebben.
ja, dan denk ik zo van ja, dit gaat helemaal niks worden. Dit gaat helemaal niks worden. Ja, een goede kans van wel. Dat het niks wordt. Coco Martina, hè? Die was toch best oké? Ja, ik weet niet wat het is. Misschien moest hij weg. Of omdat ze misschien toch niet goed genoeg vonden voor de Eredivisie. Of hij wilde zelf weg. Ik weet niet wat het is. Ja, voor mijn gevoel was hij ook opeens weg. Ja. Ik wist niet eens dat hij wegging. Nee. Ja, ik denk dat ze lastig gaan worden. En ik heb er eigenlijk verder niet heel veel bijzonders meer over te zeggen. Ja, wat je zegt. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Volgende club is NEC. Waar heb je NEC staan? Nou, we springen van plek 17 naar 8. Naar 8? Oké. Ik heb ze op 10 staan. Dus niet heel ver van elkaar. Zeker meestal komen die best wel bij elkaar in de buurt qua einduitslag qua punten. Mm-hmm. NEC heeft het vorig jaar goed gedaan. Ik hoop dat ze het een beetje door kunnen zetten. Ik ben benieuwd of ze de trainer nu wat langer de kans geven dan na 3 wedstrijden al de bus op te wachten. Ik denk dat het na vorig seizoen wel lukt. Ze zullen Sillissen qua keeper wel missen, denk ik. Maar qua persoonlijkheid in je team is het niet heel erg dat hij er niet is. Jappie. Ja. Ik weet niet, ze hebben Dost geen contract meer aangeboden, maar ik weet ook niet of hij nog steeds geblesseerd is. Of geblesseerd, maar nog steeds last van zijn hart was dat, geloof ik. Het verhaal is dat als hij ooit naar NEC toekomt en zegt dat hij nog wil gaan spelen, dan is hij van harte welkom. Mm-hmm. Maar als hij ermee uit wil schijnen en op zich kan je je dat ook wel voorstellen, denk ik. Dan, met alle respect, laten ze het ook gewoon gaan. Ja. Ze zijn natuurlijk wel Sherry kwijt. Die was best wel belangrijk aan het eind van het afgelopen seizoen. Zeker. Dat is wel zonde. Ze hebben wel Stijn van Gassel weten te strikken als vervanging voor Sillissen. Nou, dat is best wel een goede keeper. Toch? Jij bent niet zo'n Excelsior-fan, ja. Dus misschien mag je hem niet. Ik ben sowieso geen Excelsior-fan, maar ik twijfelde een beetje. Want ik vond hem het eerste jaar in de Eredivisie wel goed, maar hij heeft, vind ik, vorig jaar toch te veel fouten gemaakt. Oké. Nu heeft hij wel een betere verdediger voor zich, dus misschien helpt dat. Dat kan schelen. Ja. Zeker. Opvallende speler is trouwens Bassar Önal, die ken ik van de Graafschap. Daar hebben ze 1 miljoen voor betaald. Ja. Ik denk dat dat wel wat gaat worden met die speler. Oké. En ze hebben natuurlijk de optie tot koop voor Ogawa gelicht. Ja. Dus, is trouwens geblesseerd. Dat is een beetje jammer. Ze hebben nu geen spits, dus dat wordt lastiger de komende weken. Dan vragen ze toch of Dost eventjes wil spelen. Gewoon even 1 wedstrijd. Ik was hier, vals gewoon even in. Ja, precies. Ik hoop gewoon heel erg dat ze kunnen voortzetten hoe ze vorig seizoen zijn geëindigd, zeg maar. Best oké. Ja, nu moet ik zeggen, het einde van het afgelopen seizoen was iets minder dan halverwege. Toen ging altijd echt wel een goede streak. Ik hoop gewoon heel erg dat ze het weer net zo goed gaan doen. Maar jij denkt 8, dus jij denkt dat ze het heel goed gaan doen. Ja, nou, winnen dan vorig jaar, maar als je 8e wordt, doe je het nog steeds goed, denk ik, ook voor een club als NEC. Maar vergis je niet, want er gaat best wel veel geld door NEC heen. Ja, dat klopt. Ja, die worden gewoon elke keer gewoon zo weer volgepompt. Dat het eigenlijk heel slecht is dat ze ook een paar jaar KKD hebben gespeeld. Ja, maar volgens mij wordt er nu wel meer geld in gepompt dan toen de tijd. Oké, dat zou kunnen. Goed, we gaan naar PEC Zwolle. Uh-oh. Nu ben ik heel erg benieuwd wat jij met PEC hebt gedaan. Ik had een lange tijd laag verwachtingen van. En dan zeg ik nu dat ze 12e gaan eindigen. 12e? Ik heb 13e. Ik heb het net een beetje hetzelfde. Ik
Ik verwacht inderdaad niet al te veel, maar dat ze geluk hebben dat er meerdere clubs zijn waar ik niet al te veel van verwacht. Dus dat ze daarom 13e worden. Eigenlijk, ik verwacht dat PEC weer ouderwets nietszeggend zal zijn in deze competitie. Ik denk dat dat ook gewoon een, ja, dat plek 13 de positie daarvoor is. Mm-hmm. Als je kijkt naar wat ze nu hebben, vind ik dat ze een aantal prima spelers hebben. Afgewisseld met een paar spelers waarvan ik niet weet of ze goed genoeg zijn. En dan denk ik dat dat uiteindelijk oké samenvalt. Ja, ik vind wel dat het een goede keuze is om zowel Lutonda als Buitink te strikken transfervrij. Je kan, het zijn op zich prima deals. Buitink, ja. Ja, dan moet het over Vitesse hebben. Ga ik niet doen hier. Nee. Maar ik denk dat dat nog wel een aardige spits kan worden voor PEC Zwolle, ook al heeft hij niet superveel gepresteerd. Nee, en ik denk dat zo'n gooier, zeg maar, zo'n jeugdexponent van Ajax, zeg maar, daar zit toch Ajax-DNA in en die doen het eigenlijk bij die kleine clubs altijd wel redelijk. Dus ik denk dat het altijd goed is om, als je zo iemand kan huren, om toch eventjes een jaar te proberen. Het kan toch niet echt misgaan, zeg maar. Nee, ik denk dat hij voor een club als PEC prima is. Dus dat ze er ook wel van gaan profiteren. Ja. Maar ze hebben Dean Huibert natuurlijk gehuurd van... verhuurd aan Beerschot. Alleen die is nu ook gekocht door Beerschot, klopt dat? Ja, volgens mij hebben ze hem overgenomen. Ja. En Lennart is weg. Hè. Ja. Ja, Lennart daar ben ik nog steeds wel een beetje fan van. Ja, wel jammer dat hij zijn goals niet meer gaat maken. En dan die hebben ze ook niet meer. Oh ja. Maar die heeft sowieso niet heel veel gespeeld. Die was geblesseerd. Ja. En Sibora en Buurmeester. Nou, ze zijn best wel wat kwijtgeraakt hoor. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ja. Van den Berg, noem zijn naam gewoon maar even tussendoor. Goed spelertje. Oké. Okay. Dus die vooral in de gaten blijven houden. En de Krastev hebben ze nog een jaar gehuurd van de City Group. Dus dat is ook weer niet heel verkeerd. Nou, ik ben zeer benieuwd. In de voorbereiding hebben ze het niet fantastisch gedaan. Ze hebben van Ajax gewonnen in de voorbereiding. Dat is enige. Alleen wel van Silkeborg verloren en van AC Horsens verloren en van Heerenveen verloren en van Venezia verloren. Dus niet echt een goede voorbereiding. Nee, maar dan de Graafschap thuis 5-0 gewonnen. Oh, die kan ik hier niet zien, maar dat is dan wel weer goed. Wel beter. Ja. Dat is redelijk voorbode voor het aankomende seizoen. Laten we naar PSV gaan. Ik denk dat jij hem op 1 hebt gezet. Ja, ik ga daar niet omheen draaien. Die worden gewoon kampioen. Ja, dat heb ik ook. Al ben ik wel teleurgesteld dat ze niet hebben gewonnen van Feyenoord in de Johan Cruijffschaal. Ik had er wel meer van verwacht. En ja, we wisten dat er blessures waren. Dat was op zich bekend. Maar hoe ze het dan hebben opgevangen met... ja. Op een kaart onze favoriet. Ja, daar ben ik van geschrokken, joh. Jezus, wat is die slecht. Maar heb je gezien hoe vaak het open lag achterin? Ja, heel vaak. Het was echt gewoon net alsof ze allebei de ploegen, dus zowel Feyenoord als PSV, gewoon dachten van... joh, laten we gewoon zonder verdediging gaan spelen. Kijk wat er gebeurt. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Ik vond Flamingo ook tegenvallen, maar misschien moet hij nog een beetje wennen aan PSV. Ik verwacht wel veel van Flamingo, dus ik geef hem het voordeel van de twijfel dat hij... dat durf ik ook nog wel. Dat hij één wedstrijdje minder was, maar ja, god voor letterlijk de hele verdediging en ja, gewoon ja, teamverband, zeg maar. Ja, en ze hebben natuurlijk best een luxe positie, hè, want ze hebben Noah Lang en daarachter hebben ze Drio Edge en ze hebben voor het eerst komende half jaar, als een van die twee geblesseerd is, ook nog Lozano lopen. Precies. Dus die hebben het super luxe. Het is een stunt dat ze Tillman hebben weten te signen. Dat is echt super knap. Dat gaat ook nog wel. Die gaat nog verder doorgroeien. En echt, ik denk dat hij serieus een van de beste spelers van de Eredivisie gaat worden. Ja, en weet je, zo'n Flamingo. Die viel me nu dan een beetje tegen. Maar die Flamingo is sowieso beter dan Ramalho. Dus je gaat er sowieso op vooruit.
Ja, dat kunnen ze zeker Europees ook nog wel goed gaan gebruiken. Want ja, dat was het niveau waar Romario eigenlijk tekort kwam. Mm-hmm. Want Eredivisie was oké. Ja, en ik vind het buiten dat ze Tillman hebben weten te kopen, vind ik het ook fantastisch dat ze Dest hebben weten te kopen, ondanks dat hij natuurlijk geblesseerd is. Vind ik, of ja, het is transfervrij, hè. Dus het is niet echt kopen. Maar ja, het zal ook kunnen zeggen van, joh, laat me zitten, je bent geblesseerd, zoek het maar uit. Ik dacht dat hij gekocht was, maar ja, wat had Barcelona kunnen gaan? Ja, niks. Dus nee, ik vind het wel cool dat ze dat hebben weten te regelen. En dat ze dat vertrouwen in Dest ook uitspreken. Dus, voor zo, Jonne, heel fijn. Ja, ook leuk om te zien in de Eredivisie, zeg maar. Dus ja, PSV gaat kampioen worden, daar ben ik van overtuigd. Ik weet eigenlijk niet hoe ze het in de voorbereiding hebben gedaan. Ik denk dat ze het best oké hebben gedaan. Ja, het staat van slecht naar beter. Oh, oké. Nou ja, ze hebben 1-1 tegen Club Brugge gespeeld, de kampioen van België. En dan verder gewonnen van FC Eindhoven en van Valencia. Ja, op zich, ik vind wel gewoon dat ze goed spelen, nog steeds. En nog steeds te breed ook in de selectie. En ik moet vooral denken aan de middenvelders, wat ze allemaal met name op 10 kunnen zetten, is niet normaal. Ja, en als je kijkt van, met Oppegaard kan je best wel even spelen tegen RKC, Heracles, Almere City en Go Ahead Eagles, de eerste 4 wedstrijden. Ja, nou, de KVB heeft het zo ingericht dat de komende wedstrijden voor de topclubs geen probleem hoeft te zijn. Ja, precies. Maar ja. Goed. Heb jij nog spannende dingen? Of zeg je van, laten we lekker doorgaan? Ja, ik laat gewoon doorgaan, want ik denk dat duidelijk is dat wij gewoon denken dat PSV gewoon eerst wordt. Precies. Laten we naar RKC Waalwijk gaan. Wat heb je bij RKC? Ja, dat wordt droevig. Die gaan laatste worden, denk ik. Echt niet. Die gaan echt geen laatste worden. Ik denk dat ze 15e gaan worden. Ik denk dat ze het net gaan halen. Wacht. Nou, daar kom ik zo wel op terug. Want ik ben nu heel erg verbaasd. Maar ik denk dat ze 15e gaan worden. Ja, wat wilde je zeggen? Nee, daar kom ik straks wel op terug als we daar zijn. Maar jij denkt dat ze laatste gaan worden. Waarom denk je dat ze laatste gaan worden? Voor mij is dat simpelweg omdat ze gewoon heel veel kwaliteit hebben ingeleverd. Ik denk dat ze nu echt gewoon een slechte selectie hebben. Dat het allemaal KKD-niveau is of in ieder geval onderkant de Eredivisie. Sterkhouders die ze vorig jaar hadden. Fase, Adeboye, Seuntjes, Min. Ja, ik zie het gewoon allemaal voor me. Maar dat soort spelers, die zijn ze kwijtgeraakt. Kramer wordt ook een dagje ouder. En vorig jaar had ik eigenlijk al niet veel van ze verwacht. En met heel weinig punten zijn ze net ingebleven. Ik denk eerlijk gezegd dat het alleen nog maar minder gaat worden dit jaar. Ja, ik ben het op zich ben ik een beetje eens, hè. Maar er zijn nog zoveel clubs die... Of nou, niet zoveel, maar er zijn echt een paar clubs waarvan ik nog veel minder verwacht dan RKC. Zo. Ja, en we weten niet, hè. Misschien is die Sawada wel fucking goed. En gaat hij er gewoon 100 scoren dit seizoen. Misschien wordt hij wel topscorer. Hij heeft wel veel gescoord in de voorbereiding. Ik denk dat dat nog wel een lichtpuntje gaat zijn. Maar ja, als je niet kan verdedigen, dan kan je nog steeds degraderen. Giacomakis werd Eredivisie topscorer bij degradant VVV. Ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk ook helemaal nergens op, hè? Het komt bijna nooit voor, maar om even aan te tonen dat het niet heel veel uit hoeft te maken. Nee. Oké, ja, we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. Het zou zomaar kunnen. Dat ze degraderen. Ik hoop het niet, want ik heb altijd een zwak voor RKC, omdat ze het altijd leuk doen en altijd een schattig clubje is. Maar als jij zegt dat ze degraderen, dan zou dat zomaar kunnen. Onder NAC zelfs, hoe durf je? Goed. Ja. We gaan nu naar een club, jongen. SPARTA. Jazeker. Mooiste club van Nederland. Nou, nu mag jij lekker oreren. Vertel eens. Laat ik dan maar gelijk beginnen met waar ik denk dat ze gaan eindigen. Ja. Ik denk dat ze 9e worden. Dat is wel iets lager dan vorig jaar. Maar op zich vind ik dat nog niet eens helemaal verkeerd. Ze hebben een paar belangrijke spelers wel zien vertrekken. Dat zijn Koki Saito en Bart Vriends. Dat hebben ze opgevangen met een aantal nieuwe spelers, waarvan Quintero, Nasso, Baas zijn een paar namen. Rijt hebben ze gehaald.
Ja, dus ik denk dat dat helemaal niks zegt. Maar nee, ik heb ze in de voorbereiding gezien. Bas kan je misschien kennen van Excelsior trouwens. Maar dat zijn wel, dat zijn geen verkeerde spelers. Tenminste, als ik ze in de voorbereiding zie spelen, hebben ze op mij wel een goede indruk gemaakt. En dan ben ik niet eens heel bang voor een vertrek van nog een paar spelers. Tenzij ze echt Olij of Lauritsen gaan verkopen, want dan wordt het wel een stuk lastiger. Maar ik hou daar ook wel een beetje rekening mee. Ik denk dat negende dan nog steeds ook gewoon een prima prestatie is. Ja, ik denk zelf dat ze zevende gaan worden. Wel met de kanttekening dat een Lauritsen en een Olij blijven. Kijk, wat je kwijt bent geraakt, waar je echt, het enige waar je echt bang van moet worden is, of wat vervelend is, is dat een Vriends weg is en dat een Saito weg is. Vooral Saito. Ik denk dat Vriends nog best vervangbaar is, ondanks dat het natuurlijk wel een hele, een soort clubicoon is, zeg maar. Is het qua hoe goed hij is, valt het best mee. Ja, maar goed. Dus ik denk dat dat ook nog wel op te vangen is. Ik denk dat het een redelijk doorsnee centrale verdediger is, zeg maar. Ik denk echt dat je dat Sparta weer hoog gaat eindigen dit seizoen. Elk seizoen denk ik weer, en zeker ook weer, en ik wil niet elke keer in herhaling vallen, maar het deelnemersveld is zo treurig dit seizoen. Dan moet Sparta zo van het rechterrijtje kunnen winnen, zeg maar. Dus ik denk dat Sparta best wel eens hoog kan gaan eindigen. Ja, nou, als je negende wordt, dan je ook nog de play-offs. Dus dat ik denk is dat er wel. Ja, maar ik denk dat er dus een duidelijk verschil is met het rechterrijtje ook wel. Ja. Overigens, ik zie dat Delano van Krooi weg is. Ja, terug naar VVV. Ja, dat was de broer van de beste Vito. Ja, van Vito inderdaad. Hij was al verhuurd en ja, heeft niet. Alleen, ik was bijna vergeten dat hij überhaupt nog speelde bij ons. Maar, ja, alleen wat ik lastig vind, als je Olij ook nog kwijtraakt, dan hou je helemaal niks meer over. Ja, nou, dat hadden we vorig seizoen eigenlijk ook al. Het is inderdaad lastig. Maar ik denk wel dat ze een keeper klaar hebben staan op het moment dat Olij echt weg zou gaan. Nou, Edwin Mulder is transfervrij. En Kostas Lamproe ook. Ja, daar zit ik echt op te wachten. Nee. Thijs Veldhuis trouwens ook nog verhuurd, maar die ga ik niet per se missen. Nee, dat geloof ik wel. Dat je die niet per se gaat missen. Even kijken, hè? Sparta. Gewonnen van NAC. Gelijk tegen ADO. Oef. Ja, dat was niet heel best. Maar daarna is er wel ontwikkeling in de ploeg gekomen. En zijn ze wel beter gaan voetballen, vond ik. Jullie hebben trouwens ook alleen maar geoefend tegen amateurs en tegen ADO en NAC. Ja, nee, we hebben ook nog 4-2 gewonnen van Willem II. 4-1 van Paselamia en 1-0 van Rode JC. Oké. Ja, ik denk van, heb je wat aan dat soort oefenwedstrijden? Ja, dat kan je afvragen, maar we spelen dit soort oefenwedstrijden letterlijk ieder jaar. Voor mij is het totaal niet nieuw. Nee. Goed, nou ja, ik hoop voor het beste. Ik denk in ieder geval niet dat jullie gaan degraderen, dus dat is in ieder geval weer mooi. Ja, ik heb behoorlijk al wat vertrouwen in Sparta dit seizoen. Dat kan ik me goed voorstellen. We gaan naar FC Twente. Jij hebt FC Twente sowieso op nummer 3 staan. Ja, want waar had ik ze anders neer moeten zetten? Kom ik opeens met Utrecht aan op 3 of zo? Ja, dat lijkt me niet echt slim. Ik heb Twente op nummer 4. Oké. Ze zijn Prupper kwijtgeraakt. Ik denk dat dat echt een aderlating is. Want dat is best wel een belangrijke speler. Hetzelfde geldt voor Small. Brenet is weggegaan om andere redenen. Wel een goede speler, maar om andere redenen. Ze zijn Unufar kwijtgeraakt. Door, wel omdat de huur geëindigd is, maar die hebben volgens mij ook best wel wat gespeeld. Viel het mee? Oh, oké, nou dan heb ik dat in ieder geval verkeerd gezien. Ze hebben Bas Kuipers van Go Ahead Eagles. Ik denk dat dat echt een goede aankoop is geweest. Ik denk het ook. En Sam Lammers. En ik denk dat die heel veel gaat scoren dit seizoen. Ja, en ik denk ook gewoon dat het heel lekker is dat je zowel voor Wolfswinkel als Lammers kan inzetten. Dat denk ik ook. Ik denk wel dat Lammers uiteindelijk wel de eerste spits zal gaan worden.
Ja, dat was hij nu nog niet. Maar goed, er zit natuurlijk nog... Ja, Van Boswinkel, die is een stukje ouder. Die zal het ook allemaal wel best vinden. Maar kan nog steeds als invaller ook gewoon veel doelpunten maken. En ja, Lammers, lijkt me logisch dat hij gewoon... Die komt echt voor een basisplaats. Ja, precies. En dat is ook niet gek. Dus ik denk ook echt wel dat hij gewoon... Ja, als Twente het kan doorzetten waar ze vorig jaar mee geëindigd zijn... dan gaat het nog best wel... gaan ze het best wel weer goed doen. Ik hoop gewoon ja. Dat het gevoel dat ik nu bij de voorbereiding van AZ heb... dat net even wat beter gaat zijn dan Twente. Dat is mijn persoonlijke gevoel, omdat ik natuurlijk voor AZ ben. Maar als die omgekeerd zijn, dus 3 en 4 zeg maar... dan kan ik me daar ook heel goed in vinden dat dat zo gaat zijn. Ja, snap ik. Ja, verdedigend heb ik wel na afgelopen dinsdag wel wat twijfels. Niet dat ik de hele wedstrijd heb gezien, maar ze waren... Het zag er niet uit, laat ik het zo houden. Oké. Ze hebben ook niet een fantastische voorbereiding gedraaid natuurlijk. Ze hebben echt een slechte voorbereiding gedraaid. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Motherwell. Gelijk gespeeld tegen Sint-Truiden. Ze hebben dan wel gewonnen van Nordsjælland met 2-1. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Hannover 96. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Schalke 04. En verloren van Salzburg dan in de Champions League kwalificatie. Ze hebben echt een hele slechte voorbereiding gedraaid. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar Feyenoord werd een keer kampioen mee. Dat is waar. Die speelde nog heel slecht tegen Drita. Ja. Maar wat ik nog even over als laatste over Twente wil zeggen. Ik denk ook niet dat die verdediging er op 2 september nog zo staat als hoe die tegen Salzburg staat. Als ze dat oplossen, denk ik dat ze wel derde gaan worden. Oké, nou we gaan het zien. Laten we gaan kijken naar FC Utrecht. Ik denk dat FC Utrecht het heel goed gaat doen dit seizoen. Ik denk het ook. Waar heb jij ze? Ik denk plek 6, want ik heb ze ook op plek 6. Ja, we hebben ze allebei op plek 6. Verrassend. Ja, niet echt. Nee, ik denk dat ze het goed gaan doen. En ik denk dat ze eindelijk een goede weg in zijn geslagen. Vroeger was het altijd zo van... Utrecht kijkt van, oh, dat is een leuke naam, laten we die kopen. En dan op een gegeven moment hebben ze zeg maar 6 spelers voor dezelfde plek. En dat is nu wat meer aan het veranderen, zeg maar. Het is niet dat Van Seumeren er alleen maar geld aan ingooit... maar dat er ook naar gekeken wordt, oké, maar wat kopen we dan? En is dit voor een langere periode? En hebben we niet al 100 verschillende spelers op deze ene plek staan? Ja, ik heb nog steeds het gevoel dat het 40 spelers zijn. Maar ze hebben natuurlijk wel Ron Jans. En ja, je gaat me niet vertellen dat Ron Jans even teleur gaat stellen met FC Utrecht. En daarnaast, ik denk ook wel dat zijn input natuurlijk ook wel belangrijk is. Niet dat dat bij andere trainers niet het geval was hoor. Maar ik vind wel wat ze nu qua naam hebben gehad, dat dat wel best wel kan slagen eigenlijk. Ja, en ik heb, ik denk zeker, ze hebben met David Min een hele goede spits. En daarachter nog Noah Ohio, die ook in Jong Oranje al best wel wat wedstrijden heeft gespeeld. Ik denk dat gewoon een hele goede is voor de voorhoede. Kijk, weet je, ik ken verder heel weinig van die spelers die ze hebben aangekocht. Maar toch denk ik wel dat ze veel beter hebben gekeken naar wat ze hebben gekocht. In plaats van dat ze zomaar mensen hebben gekocht omdat de naam bekend voorkomt. Of zo. Of dat ze, weet je wel, dan kwamen ze met een viergever of met een Toornstra. Toornstra zit er nog steeds, maar met dat soort spelers. Dat je denkt van ja, dat is leuk, maar die koop je omdat ze ooit een keer goed hebben gespeeld in de Eredivisie. Maar die mensen zijn allemaal oud. En nu kopen ze redelijk wat jongere spelers die nog wel moeten rijpen, maar wel... Er zit een gedachte achter, tenminste dat gevoel heb ik. Ja, dat begrijp ik. Erwensen, die vorig jaar half jaar bij Vitesse speelde, was ook een lichtpuntje toen. Vind ik een goede speler. En nog Jon ook. Ik denk dat dat ook nog wel een leuke speler gaat worden. En Katelien speelde vorig jaar bij Almere. Ook wel een dreigende speler. Oremans van Excelsior. Ik denk dat dat prima spelers kunnen worden bij FC Utrecht. En wat ze natuurlijk al hadden. En ja, wat je zegt, dat ze niet meer echt van die afdankertjes halen. Dat werkt sowieso 9 van de 10 keer niet. Nee. Ik denk dat ze daar wel een voordeel mee gaan doen. Ja, ik ook. Ik denk dat ze in ieder geval niet zo slecht beginnen als afgelopen seizoen. Ik denk iets stabieler dan dat. Zeker, zeker. Hey, we hebben nog één ploeg te gaan. En op welke plek heb jij Willem II staan? Ik denk dat jij ze dus echt laag hebt staan. Want ik weet niet of je de nummer 18 al hebt genoemd. Jawel, dat was NAC.
Oh ja, dat was NAC. Nou, ik heb ze op plek 13 gezet. En dat is denk ik nog best hoog. Wow, dat vind ik heel hoog. Maar ja, Almere kan 13e worden, dus... Ja. Ik heb ze op plek 17 staan. Ah, oké. Ja, weet je, dat komt misschien ook een beetje doordat ik gewoon helemaal niks met Willem II heb. Maar alles in mijn gevoel zegt dat Willem II gewoon weer heel erg op de achtergrond eigenlijk al zijn wedstrijdjes een beetje gaat verliezen. Ik denk dat het een beetje zal gaan spannen om Willem II, Fortuna en RKC en misschien Almere City, om hoe die laatste plaatsen boven NAC, want die gaan laatste worden, bezet gaan worden. En ja, weet je, het is gewoon een veredeld KKD-team. Ja, ik vind niet dat ze zich onwijs hebben versterkt. Maar ik vind wel dat ze op een aantal posities wel spelers hebben waarvan ik denk van oké, dat is op zich wel, dat zijn wel spelers die de Eredivisie A kunnen. Ik vind met name het middenveld vind ik interessant. Met Ringo Meerveld denk ik de beste speler daarvan. En Bos hebben ze nog. Sandra hebben ze gehuurd van Club Brugge. En ik denk dat ze ook wel prima verdedigers hebben op zich. Tenminste, die Behoenek. Ja, ik heb Willem II een beetje gevolgd, hoor je. Ik op zich wel oké. Ik denk ook wel voor de Eredivisie. Ik heb wel twijfels over de keepers nog. En aanvallend weet ik het ook nog niet. Maar ik vind wel dat ze als keukenkampioen wel zich in staat mogen zijn om zich te handhaven. Nou, we gaan het zien. Ik heb echt gewoon het gevoel dat het een veredelde KKD-ploeg is. En ook omdat wat jij net ook heel terecht zei, de transfermarkt is voor hun niet heel erg extreem geweest, zeg maar. Ze hebben Thijs Oosting verkocht voor 1 miljoen. En verder zijn er wat spelers transfervrij weggegaan. En dat is het eigenlijk. Verder hebben ze 1 speler gekocht en 1 iemand transfervrij aangehaald. Of nou eigenlijk 2, ik weet niet hoe die Tirpan, daar staat gewoon niet bij van wat ze ervoor hebben. En verder wat spelletjes gehuurd. Die Sandra, is dat die Sandra die bij Ajax heeft gespeeld? Nee, hij speelde bij Excelsior vorig jaar. Oh. Nou, dan ik denk, ja, nee, ik denk echt dat het niks gaat worden. Maar weet je, het is zo, dat deelnemersveld in de onderste regionen, dat is zo'n... Ja, om het niet oneerbiedig te zeggen, zo'n drama, zeg maar, dat het allemaal om het even gaat zijn. En dat ze gewoon eigenlijk alle puntjes die ze meesprokkelen uit het linkerrijtje, zeg maar, dat daar gaat het om draaien. En tegen elkaar moeten ze allemaal gewoon, eigenlijk allemaal moeten ze alles winnen. Omdat ze eigenlijk allemaal gewaagd aan elkaar zijn. Dat maakt het wel veel leuker in de onderste regionen. Alleen je hebt echt een soort tweedeling, denk ik, dat het gaat zijn. Dat zou best kunnen, ja. Ik weet niet hoe ik dat in moet schatten op dit moment. Maar voor mij was het niet heel moeilijk om clubs onderaan te zetten per se. Maar de middenmoot heb ik wel wat meer twijfels over. Ja, ik weet niet hoe groot dat gat gaat zijn. Ja, dat blijft lastig. Ik denk gewoon dat nummer 11 tot en met nummer 18, zeg maar, dat allemaal een beetje gehusteld kan worden. Al denk ik alsnog dat NAC laatste gaat worden. En dat wij de bovenste paar, dat gewoon set is, zeg maar. Dat is bijna elk jaar hetzelfde. Alleen hoop ik gewoon dat AZ het iets beter doet dit seizoen. Maar als FC Twente derde wordt, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Heb jij nog gekeken naar wie de topscorer gaat worden? Ja, waarschijnlijk ga ik een heel saai antwoord geven. Maar ik denk dat Luc Dion topscorer gaat worden. Ja, dat zat er wel in dat je dat ging zeggen. Want dat zou het logische antwoord zijn. Ik heb nog 2 andere nominanten waarvan ik dacht van... Weet je, ik kies geen Luc Dion, want dat zou te logisch zijn. Dat vond ik saai. Dus ik dacht, ik kies er 2. Sam Lammers. Of Troy Parrott. Ja, ik denk dat Parrott ook wel een goede kandidaat is. Lammers, ik weet niet hoeveel Lammers gaat spelen. Ja, ik denk dat op het moment dat hij gewoon een paar keer erin is gevallen, zeg maar. Want ik weet, is hij geblesseerd of is hij gewoon fit?
Hij is wel fit, alleen hij is nog maar net bij de club. En ja, ik denk dat ze gewoon hem de tijd ook geven om gewoon in dat elftal te groeien. Maar hoeveel tijd hij ervoor nodig heeft. Ik denk dat het niet heel lang duurt voordat hij eerste spits is daar. Nee, dat hoeft niet per se. Maar Van Wolfswinkel die bewijst op zijn leeftijd ook nog wel dat hij nog behoorlijk kan voetballen en doelpuntjes kan maken. Dus die halen ze ook niet zomaar uit de ploeg. En ik heb zelfs begrepen dat hij nu aanvoerder is. Dus laten we het wel even kijken. Ja, ik denk alleen dat een Sam Lammers niet naar Twente gaat als hij niet vooruitzicht heeft dat hij eerste spits gaat zijn. Ik denk wel dat hij er vanzelf weer gaat komen, vroeg of laat. Precies. Oké, en wie denk je dat de meeste assist gaat geven? Afgelopen jaar was het volgens mij Veerman. Ik ben wel voor iemand anders gegaan. Ik heb zo'n gevoel dat Tilman heel veel assists gaat geven. Oké. Ja, ik vind het heel moeilijk. Kan ik begrijpen. Nou, ik vind het vooral moeilijk omdat ik gewoon heel weinig inzicht heb van hoe er precies gespeeld wordt. Dus als in formaties en zo. Als ik naar meeste assist kijk, kijk ik toch heel vaak naar een opkomende back. Of een van de twee buitenspelers, zeg maar. Ik vind het lastig hoor. Ik denk dat ik ga voor... lastig. Nee. Oké, ik ga voor Kelvin Stanks. Zeker een goede kandidaat wel. Nou, ik denk dat die voor de meeste assist gaat. Ja, ik zeg Tilman omdat hij vorig jaar misschien niet alles heeft gespeeld, maar voor mijn gevoel bij best veel goals betrokken was als hij speelde. Zowel in doelpunten die hij zelf maakte als voorbereiden. En daarom denk ik dat hij een heel seizoen lang best veel assists kan gaan geven. Oké, nou, we gaan het zien. Heb je nog een slotwoord of denk je van ik vind het mooi geweest voor vandaag? Ja, wat moet ik ervan zeggen? Nou, dit was wat ik voorspel. Wat ik ervan verwacht komend seizoen. Kan er helemaal naast zitten. Makkelijk natuurlijk. Maar op zich heb ik wel het gevoel dat het een en het ander wat ik heb gezegd vandaag, dat we daar wel wat van terug kunnen gaan zien. Ik denk dat we op sommige plekken echt wel in de buurt zullen zitten. We kunnen aan het eind van het seizoen een video opnemen dat we gaan kijken hoe dichtbij we zaten of hoe ver we daarnaast zaten. Dat vind ik helemaal prima. Ik denk dat dat ook gewoon leuk is om dat te analyseren. Dus, ja, er zal altijd een verrassing zijn die veel hoger is geëindigd. En er zal altijd een club zijn die het zo slecht heeft gedaan dat je het van tevoren niet had verwacht. Dus dat maakt het alleen maar leuk. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik wil jou bedanken voor het meedoen in deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.